altijd probeer te doen is even een stukje lopen met Samuel. Dat is lekker voor mij, lekker voor hem, een beetje frisse buitenlucht. Een beetje koetjes kijken, paardjes kijken. Nou, dat vind ik altijd wel lekker. Ben je er ook even uit, anders zit je de hele dag binnen. Zoals je kan zien hebben we redelijk de ruimte om ons heen. Dat is het voordeel van België. Tenminste, ook niet overal. Ik mag zo meteen meedoen aan een van de Mom in Balance workouts. Buitensporten met een groepje andere moeders. Speciaal gericht, begeleid door een trainster. Ik heb denk ik al anderhalf jaar, twee jaar niet meer gesport. Het Mom in Balance workout zit erop. Ik vond het echt zo pittig. Dat is niet, ik ben helemaal back af. Ik hoop dat mijn beenspieren het gaan uithouden totdat ik thuis ben met de auto. Maar het is een ontzettend leuk groepje. Het wordt ontzettend leuk gedaan. Weet je, het is gewoon ontzettend leuk. Maar het is voor mij wel een goed dat ik een extra hulpje had. Een extra setje in de rug om te gaan. Want, oh jongens, ik ben helemaal kapot. Ik kan een heel betoog houden over de bewustwordingsavond met Nanette. Maar ik ben er A, los heel erg enthousiast over. En het heeft absoluut een impact op mij gemaakt. Ik zal het denk ik niet zomaar vergeten die avond. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik vond het echt heel erg mooi. En het was gewoon echt een heel erg mooie nulmeting. En misschien is het wel gewoon... het is een mooi moment om straks aan het eind van het jaar, als ik mijn totale balans heb gevonden, om eens even terug te kijken waar ik dan ben gestart naar mijn nulmeting. En of dat ik het ook heb waargemaakt, waar dat ik eigenlijk naar op zoek was. De workshop Bewust met Nanette is dat niet alleen dat je even de spiegel wordt voorgehouden met waar dat je je energie op dit moment in stopt en of dat ook echt is wat je wil. Soms zijn we zo erg op gefocust en vergeten we allerlei andere dingen om ons heen. En kunnen we die energie misschien beter wel even herverdelen of gewoon echt totaal ergens anders oprichten. En het was een klein handje vol met moeders. En de leeftijden van de kinderen varieerden echt enorm. Maar dat was ook mooi om te zien. Want ondanks dat was het ook gewoon een avond vol met herkenning. Weet je, waar ik als moeder zijnde tegenaan loop, daar lopen nog zoveel andere moeders ook tegenaan. En dat is ook helemaal niet erg. En dat heb ik absoluut meegenomen. Dat we soms gewoon niet zo streng voor onszelf moeten zijn als moeders zijnde. Of gewoon überhaupt niet zo streng voor onszelf moeten zijn. En we gaan dit jaar natuurlijk allemaal op zoek naar balans. Dat is ons doel. En ik denk dat dat al een heel groot onderdeel daarvan is. Erkennen dat sommige dingen ook gewoon knijt lekker gaan. Waarom zijn wij als moeders zo hard voor onszelf? En ook zo hard voor anderen overigens. Maar dat is een complete andere discussie. Maar waarom? We doen het gewoon hartstikke goed. We doen allemaal ons best. Niemand, maar dan ook echt niemand, weet waar die mee bezig is. Als we allemaal heel eerlijk zijn, heeft niemand een idee. We kunnen nog zo goed naar de buitenwereld volhouden dat we dat wel weten. En dat we precies weten waar we mee bezig zijn. Maar ik niet. Laat ik dan gewoon beginnen. Ik heb werkelijk waar geen idee waar ik als moeder zijnde mee bezig ben. Maar ik doe wel mijn best. En ik heb het idee dat Samuel best wel tevreden is tot nu toe. Weet je, hij kent me nu 10 maanden. En dat gaat tot nu toe allemaal nog best wel lekker. En hij groeit. En het is een tevreden mannetje. Weet je, waarom moet ik dan zo streng zijn voor mezelf? Het was emotioneel. Wat het ook wel weer gewoon heel bijzonder maakt. En ik zal het echt niet zo snel vergeten, denk ik, deze avond. Ik zat met collega's te praten en toen hadden we het erover, over sporten, over goede voornemens en wat je vroeger eigenlijk hebt gedaan aan sporten. En nou ben ik echt verschrikkelijk, want ik ben een paardenmeisje. Ik heb 13 jaar lang paard gereden. En toen dacht ik, weet je, er zijn vast en zeker zoveel leuke sporten en allerlei sporten om uit te proberen. Dus dat is mijn plan. Dat is mijn plan. Ik wil heel graag sporten gaan uitproberen. Kijken wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind. Laat me zien wat voor sport jij doet. Of misschien wat voor sport jij ook graag zou willen uitproberen. Laat het me gewoon allemaal hieronder weten. En ik heb al gehoelahoept dankzij de Mama's in Balans Facebookgroep. Ik heb aan een bungee workout meegedaan. Wat overigens echt onwijs leuk was.
En ook nog eens goed voor je spieren, want die voel je ook echt wel die dag erna. Dus ik wil die trend graag vasthouden. Ik heb nu dus alweer twee leuke sporten ontdekt. En wie weet is jouw sport de volgende.